Nieuw vlog, nieuw woensdag, nieuwe SummerSess. En ik heb vragen met jullie binnen gehad. Eentje op de valreep nog waar ik heel blij mee ben, want er was iets waar ik iets over wilde zeggen. En ik dacht, ik moet natuurlijk aan mijn vraagvuurtje standaarden blijven. Dus ik ben blij dat die nog net binnenkwam. En drie mensen stuurden hun vragen in. En ik zit nu te kijken, ik had ze klaargezet en ik heb ze hier. Ja, ik begin met altijd trouw, altijd aanwezig. Hij zou het nooit missen. Het is natuurlijk RM Niels. Hoi Simon, hier wat vragen voor je vlog. Eerste vraag, heb je alle Metroid Prime games uitgespeeld? Ja, natuurlijk. Aangezien Metroid Prime 1 sowieso een van de beste games in de geschiedenis was. Metroid Prime 2 een beetje tegenviel. Metroid Prime 3 weer heel vet was. Maar ik heb ze inderdaad allemaal uitgespeeld. Ik heb zelfs Metroid Other M uitgespeeld. Ondanks dat die game aan elkaar hing van matigheid. Wat zie jij graag een eventueel vervolgdeel? In een eventueel volgende deel, zegt hij. Nou, ik zal je vertellen. Ik heb bijna alle Metroid games uitgespeeld. Ook de Game Boy delen, noem het allemaal op. Ik verwacht dat Nintendo heel snel een Metroid aan gaat kondigen. We hebben natuurlijk laatst al gezien die studio die achter Luigi's Mansion 2 zat. Die was bezig met een soort Metroid ding, was een beetje half tam. Die artwork gelekt omdat die game al gecanceld was. Maar ik kan me niet voorstellen dat Nintendo niet met een Metroid bezig is voor de Wii U. Dus ze zouden daar heel tof. In Metroid Prime hebben we natuurlijk het scannen gehad. En nou kun je met die Wii U gamepad dus bijvoorbeeld shit scannen. Wat aan de ene kant een beetje lame is, maar Nintendo kan dat uitwerken. En dat is ook een puntje waar ik aan zat te denken. Ik heb eigenlijk de hele week echt urenlang Hyrule Warriors shit spelen, die vlog die jullie gisteren zagen, waar ik leuke reacties op heb gehad, dus ga ik vaker doen. Dat was de eerste, mijn eerste tijd met de game, mijn eerste half uurtje zeg maar die is vorige week opgenomen en vanwege een embargo dus pas gisteren uitgezonden. Inmiddels heb ik de game uitgespeeld, alles gezien wat er te zien valt, alles gaat wat te halen valt zo'n beetje. En de hele game lang zat ik eigenlijk te denken, Nintendo doet eigenlijk geen zak met die gamepad. Het is, als ze die gamepad niet gebruikt hadden, was de Wii U een bijna even goede console geweest, weet je. Wonderful 101 doet er wat leuke dingen mee. Zombie U natuurlijk, maar dat zie je altijd in het begin. Maar van Nintendo zelf mag je toch wel verwachten dat ze er iets mee doen. Met ze zeggen, we maken deze console. En waarom is het uniek? Hierom. Welke games gebruiken dit? Nou ja, niet echt games. Flikkert weg. Maar dit is onze console. Donkey Kong bijvoorbeeld heeft niet eens een touchscreen mogelijkheid, weet je. Je kijkt op het scherm en dan zo even je gamepad afzetten. Want waarom zou je een gamepad gebruiken? Vraag Nintendo aan je. En dan vraag ik terug, waarom heb jij die gemaakt? Als ik hem niet gebruik. Want waarom zou ik hem inderdaad gebruiken? Anyways, dat is dus iets wat Metroid goed kan gaan doen. In plaats van alleen maar zo, oh, er staat een map op de gamepad waar niemand ooit in zijn hele leven ooit ook maar een halve blik opwerpt. Wat ik sowieso graag wil zien is gewoon Samus is het volgens mij. Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Gewoon weer Metroid zoals ik het ken. Mag 3D zijn, mag 2D zijn. Liever 3D, want 2D daar hebben we de handhelds voor. En dat is al zo vaak. En Super Metroid is perfect. En Metroid Prime deed echt iets nieuws. En ik wil dat die nieuwe game dat ook gaat doen. Maar het mag ook gewoon Metroid Prime 4 zijn. Maakt me niks uit. Als het maar een nieuwe Metroid is. Wat eigenlijk een van mijn favoriete series wel is. Ondanks dat ik niet zo'n uitgesproken Nintendo-fan ben. Vraag 2. PSP top 10 was fijn om te zien welke games jij tof vindt. Waar waren de GTA-games? Vooral Chinatown Wars, erg cool. En God of War games voor de PSP heb je die niet gespeeld. Vond je gewoon niet tof genoeg. GTA vond ik gewoon niet tof genoeg. Heel simpel. God of War vond ik niet tof genoeg. Hele goede games. Maar dat zijn van die games dat ik zeg van, oh, dit is best wel tof voor een PSP-game. En die andere games, die waren in hun eigen recht gewoon erg tof. Gewoon zo'n Wild Arms Crossfire, die had je overal op kunnen uitbrengen. Die was nog steeds fantastisch geweest. Silent Hill Origins is misschien een soort sidestep. Zo van, nou, daar geldt dat misschien niet voor. Maar voor de wedstrijd waren het alleen maar games. Want ik zeg, oké, deze game had ik op elk platform kunnen spelen. Op wat voor manier ook. En ik had hem super bruut gevonden. En dat geldt ook voor die GTA games. Ik heb ontzettend veel tijd ook in Vice City. Toen de tijd van GTA, Vice City Stories. En ook in Liberty City Stories. Ongelooflijk vet. Maar het waren niet games van ik zei van, nou, die kan ik op elke console spelen. Want als je Liberty City Stories op de PlayStation 2 bijvoorbeeld speelt, wat ook kan,
Dan zou ik niet zoiets hebben van oké, dit moet ik hebben, want ik heb daar al GTA 3, als je het nog enigszins begrijpt. Dus zodoende hebben die het zeker niet gehaald. 3, wat vind je van de respons op de vlog over Fuji? Nou, ik had natuurlijk de vlog gedaan dat ik samen met mijn vriendin Mount Fuji beklom. De respons was super vet. Ik had wel verwacht echt over de 100 reacties heen te gaan. Maar dat is niet gebeurd, maar maakt het verder niet uit natuurlijk. Dat is een dingetje van mij. Maar jullie respons altijd tof man, op elke vlog, welke dan ook. Ook de kritieken, weet je wel, ze altijd goed geformuleerd. Er altijd zit altijd een iets achter. Dus daar ben ik altijd blij mee. En ook die van Mount Fuji. 4. Welke beurs waar je nog niet bent geweest, wil je het graag naartoe? Hoezo die beurs? Geen enkele beurs. Er zijn 2 beurzen op aarde, of nou 3, die, waar ik graag heen wil. Dat is Gamescom, dat is E3, dat is Tokyo Game Show. Ben ik alle 3 al geweest, de rest interesseert me. Geen ene vak. Dus zodoende. 5. Wat als Destiny compleet faalt, totaal niet de hype waarmaakt, heb je dan hoop verloren voor toekomstige games en het genre als zich? Nee, maar ga ik dadelijk op in bij iemand anders een vraag. 6. Is er een game waar je eigenlijk heel graag mee, aan mee had willen werken? Welke functie dan ook? Nou, nee. Het kan ik niet zeggen, man. Er zijn games waar ik graag natuurlijk in de credits heb gestaan. Ik heb 1 keer bij een Pro Evolution Soccer game in de credits gestaan, maar voor de verdere rest werk ik liever niet aan games mee, omdat je dan helemaal in het proces zit, terwijl je juist de consumer wil zijn. Ook een goede recensie schrijf je natuurlijk alleen maar vanuit dat perspectief. En ik ben heel erg bang als ik ook maar dit aan een game meewerk, dat in ieder geval dit aan een game verneukt is. Want ik kan echt geen games maken. Dat is niet aan mij besteed. Ik kan ze beoordelen, maar niet maken. Ik ben een beetje een stuurman die aan de wal staat. Dus 7, wat verwacht je van Tokyo Game Show? Nou, hetzelfde als elk jaar. Eigenlijk geen nieuws. Komt een nieuwe Yakuza, die laten ze daar zien. Fucking vet. Komt niet uit in Europa. Voor verder is de beurshal eigenlijk leeg. Er komen een hoop foto's van cosplayers die er 10.000 fotografen tegelijk gemaakt zijn. En Resident Evil is al aangekondigd, Revelations 2. Dus voor verder verwacht ik eigenlijk niks van. Weet je, iedereen roept Last Guardian, maar eigenlijk niemand roept dat. Maar mensen hopen dat altijd. Maar dat verwacht ik niet. Dus ik verwacht eigenlijk hetzelfde als elk jaar. En dat is niet zoveel meer tegenwoordig. 8 off topic. Gezien nieuw programma Brouwers. Wat is jouw favoriete bier? Het bier wat ik in mijn nieuw programma Brouwers gebrouwen heb natuurlijk. Voor wie het niet gevolgd heeft. Ik kom in oktober met een nieuw programma. Daarin ga ik samen met JJ Boske, andere presentator en vriend van mij, zit ik in een team. Neem het op tegen Sol Wortelboer, die jullie misschien kennen. En muzikant Rilan Ramhane. Van Rilan en de Bombardiers. En die 2 teams nemen tegen elkaar op. En ons bier vind ik het lekkerste. En het is mijn favoriete bier. Alle tijden. Maar je moet dus de show gaan kijken. Volgens mij komt die vanaf 4 oktober op Veronica op de buis. Dat waren de vragen. Bedankt. Ik ben benieuwd naar je nieuwe vlog. Bedankt zeg ik. Hij zegt ik ben benieuwd naar je nieuwe vlog. Dat is deze dus. Dat was RM Nieuws. Nu heb ik hier vragen van Game Nerd 1. Oftewel Tijmen 1. Vind je FIFA best beter? Elke voetbalfan zou hetzelfde vertellen. FIFA 98 was het hoogtepunt van FIFA. Vanaf 99 nam PES het stokje over en was PES de shit wat iedereen speelde. Tot en met 2008. En vanaf dat moment werd FIFA gewoon de betere game. Klaar. En of dat dit jaar anders is, ik weet het niet. Ik heb 4 jaar lang geroepen, misschien dit jaar, misschien dit jaar, misschien dit jaar. Maar FIFA komt zo hard elk jaar. En PES zo zacht elk jaar. Dus PES is veel beter, zelfs objectief gezien. 2. Wat is je favoriete speelbare personage? Ik hou van Rayman. Kan niks aan doen. Ik vind hem gewoon dope. Vanuit vroeger al. 3. Je hebt ooit een uitgebreid vlog gemaakt over Heavy Rain. Ik ben zelf ook een groot fan van die game. En ook Beyond Two Souls vond ik steengoed. Wat vond jij van Beyond? Ik vond Beyond tof. Maar niet zo goed als Heavy Rain. Want Heavy Rain raakte me echt in mijn ziel en in mijn hart. En als het hoofdpersonage zweette, zweette ik. En als die het gevaarlijk vond, dan vond ik het gevaarlijk en alles. En elke hoofdstuk weer legde ik die controle echt weg zo uitblazen. En bij Beyond had ik dat om te beginnen niet. Ten tweede heb ik denk iets te veel van de game gezien vooraf, waar ik van baal. Wat ik ook niet, en ik had me nog ingehouden. En ten derde, ik kwam dus bij Beyond achter dat je, als je niks doet, doet de game alles goed. Letterlijk, je kunt niet dood. Ik ging in zeg maar de meest gevaarlijke scène, dacht van, nou, ga even niks doen. En er gebeurde niks wat een andere verhaallijn voortbracht en ik ging niet dood en uiteindelijk won ik toch. Zonder enige gevolgen extra of zo. Dus dat vond ik echt behoorlijk fucking lame. Buiten dat, hele toffe game. Geen Heavy Rain, maar wel heel tof. 4. Welke game verdient volgens jou meer populariteit? Nier. Echt. Jullie moeten allemaal die game kopen. Het is top 10 game voor een generatie. Het is bijzonder. Het is echt
baanbrekend op sommige punten. Het is innovatief. Het wisselt van alles af. De ene keer ben je een shoot-em-up van bovenaf aan het spelen. De andere keer ben je een soort Resident Evil huis. Maar ook met die camera hangen. En dan weer ben je ineens Zelda aan het spelen. Een ander moment zit je echt letterlijk een text-based adventure te spelen. En dat vloeit allemaal in elkaar over. Het is niet zo van, oh, level 1, we hebben nu dit genre. Level 2, we hebben dit genre. Nee, ze hebben één grote open wereld waar jij doorheen gaat. En het ziet er heel lelijk uit in het begin. Maar daar wen je aan. En dan kom je erachter dat de muziek insane lekker is. Je komt erachter dat personages super vet, super goed geschreven zijn, dat de dialoog goed gaat, script goed is, verhaal insane is. Dan mixen ze al die genres in die open wereld en dan is het in één keer 2D en dan is het 3D, zonder dat het echt 2D wordt. Ik kan het niet uitleggen, maar je moet die game kopen en ik weet dat niemand van jullie die kijkt mij deze week op Twitter een fotootje stuurt. Hey, kijk Simon, ik heb hem niet gekocht, ingestield en al, om te bewijzen dat je hem niet stiekem al thuis had liggen. Maar niemand koopt die game, het is echt de fucking de game die iedereen moet kopen. Nu, meteen, en niemand gaat dat doen. Dus ik praat tegen een muur. Dat zijn jullie, een muur. En iedereen die hem wel gekocht heeft, ik hou van je. 5, ik ben zelf helemaal niet meer van het gamen op smartphones en tablets, snap ik, het is alleen maar kut. Maar omdat ik dat steeds populairder zie worden, vrees ik wel dat het de toekomst wordt. Hoe zie jij dit? Ik zie dat het kut is. En ik wil helemaal niet dat het de toekomst wordt, aangezien ik op mijn PlayStation blijf spelen. En ik zit ook alleen maar een hele fucking dag Hearthstone te spelen, man. Ik vind het niet eens echt meer leuk. En ik doe het toch omdat die fucking iPad hier ligt. Dus het is gewoon een duivelsding. En ik wil het niet. Ik wil niet dat het gebeurt. Maar het is net zoals een kind van 4 die roept, ik wil niet naar groep 5, terwijl dat moet. Ik denk niet echt dat je op je 4e naar groep 5 moet, maar in ieder geval een kind dat naar groep 5 moet. En dat niet wil omdat hij de lerares van groep 4 ze leuk vindt. Dus laat mij maar een kind zijn die roept, fuck jou met je smartphones en tablets. En dan niet jij, want jij bent er niet van, maar fuck degene die dat ooit uitgevonden heeft. 6, wat is volgens jou de beste E3 ooit? Dat was zeker de E3, ik denk mijn eerste. Dat was Metal Gear en dat was die Konami persconferentie die natuurlijk het beste alle tijden was. En dat was echt spectaculair, maar dat komt natuurlijk ook omdat mijn eerste E3 was. Dus die, maar de PlayStation 3 en Xbox 360 en dat soort dingen toen die aankondigd werden, was natuurlijk ook helemaal fucking dik en bruut en vet. 7, is mogelijk om ongediplomeerd bij een gamewebsite te werken? Ja, vraag maar aan Martin. Nee, ik weet niet of Martin een diploma heeft, volgens mij wel. Maar je kunt gewoon bij een gamewebsite werken als je heel goed kan schrijven, heel veel weet over games en je stuurt een mailtje en ze hebben mensen nodig, welke gamewebsite dan ook. Niemand gaat tegen je zeggen, heb je een diploma? Als je gamewebsites in Nederland leest over het algemeen, ga je er zelfs vanuit dat het misschien niet mogelijk is om met een diploma bij een gamewebsite te werken. Omdat er meestal meer taalfouten in shit staat dan dat er überhaupt letters in een tekst staan. Dus dat, goed, timen, succes met je sollicitatietimen, waar je het ook gaat proberen. Ik zou zeggen inside gamen, maar ik heb geen idee of ze iemand nodig hebben. Ik zit niet op kantoor, dus eigenlijk ze. En dan komt de vraag waar ik op hoopte. En die kwam toevallig binnen vlak voordat ik het op ging nemen. Hey Simon, het is van Commando Kaas. Met hoofdletters en kleinletters door elkaar. Hey Simon, ik heb je Destiny D-Day vlog bekeken en ik herken je enthousiasme wel. Gewoon alles bij elkaar ziet er gewoon enorm vet uit. Alleen heb jij het over een echte gamechanger. Ik weet niet of ik dat geloof. Hoe immens deze game ook is, het lijkt op andere games. Je maakt een vergelijking met Cold 4, dat die echt een gamechanger is. Dat klopt. En vooral door de multiplayer die de game had, was het ook een groot... Ik ben dyslectisch aan het worden. Dat klopt. En vooral door de multiplayer die de game had, was het een groot succes en pionier in online gaming. Maar bij Destiny heb ik dat gevoel niet. Dus aan jou aan de vraag. Waarom zou Destiny een gamechanger zijn? Een bijvoorbeeld... ik moet even de zin in mijn hoofd eindredactioneren... Waarom zou Destiny een gamechanger zijn en bijvoorbeeld een vergelijkbare game als Borderlands niet? Verschil is natuurlijk budget en uitgeven, maar zo'n verschil zit er qua concept ook weer niet tussen. Dit is niet alleen maar ik dat ik heel kut lees, er zitten ook foutjes in. Maar dat maakt niet uit, Commando Kaas. Want je hebt me wel gestuurd, de vraag die ik wilde hebben. Wat wil het nou, het ding? Ik had jullie al verteld, ik heb weinig Destiny gespeeld in de beta. 0 minuten, om precies te zijn. Ik heb 2 minuten op E3 even een soort multiplayer ding gespeeld. Ik wist zeker dat Destiny... de shit ging worden en een gamechanger ging worden. En dat denk ik nog steeds. Alleen, het is wel een klein beetje afgenomen in de zin van... dat ik verhalen hoor van mensen die zeggen... oh, ik heb alles uitgespeeld in 14 uur. Of in ieder geval de story mode dingen. En nou weet ik niet precies. Ik zit er zelf echt 5 minuten in, letterlijk. Ik heb alleen de tutorial gespeeld. Want ik ben druk bezig geweest met andere shit. Maar...
Volgens mij kwamen er nog raids en shit en strikes en er komt natuurlijk nog DLC. Alleen ik dacht echt, en ik noem het een falikant mislukte voorbereiding van mijn kant, maar ik dacht echt dat deze shit gewoon sowieso al 200 uur groot was aan missies. Alleen al. Net als gewoon MMO's die uitkomen, weet je wel. Die speel je ook niet echt binnen 24 uur uit. Nou ja, tenzij je 24 uur lang speelt. Maar, en ik weet niet, misschien jullie kennen, misschien Wart wel van IGN, geloof ik. Ik houd het allemaal niet bij. Anyways, die zou tweeten van: ik heb alle story missies uitgespeeld. Ik moet alleen nog maar dit en dit en dit missietje doen. En dan heb ik alles gehaald en ik ben level 20. En binnen 14 uur. Toen dacht ik bij mezelf: holy fuck, dat is wel eventjes een grof verschil met wat ik zelf dacht van hier. Want ik dacht: MMO shit, maar dan met schieten is gewoon 200 uur makkelijk. En tegen die tijd zijn al lang alle DLC's uit. En natuurlijk zijn er altijd een paar freaks, no offense Ward, die meteen naar het einde doorrennen. En nog voordat ik überhaupt de game geïnstalleerd heb, al zeggen: ik heb alles gehaald. Zelfs in MMO's. Alleen, ik had niet verwacht dat je qua story en shit zo snel doorheen zou rennen. En ik dacht juist dat deze game de shit was die ons maanden zoet ging houden. En daar komt natuurlijk bij dat er gewoon een MP in zit, weet je wel. Die mensen misschien maanden kunnen spelen, dat weet ik niet. En die strikes en raids en weet ik het allemaal wat, die je kunt doen. En hoe lang die leuk blijven en hoeveel content die opleveren. Ik heb geen idee waar ik het over heb. Dus dat zou allemaal nog superbruut kunnen zijn. Maar als zeg maar soort van geïnformeerde, maar nog niet echt speler van Destiny. Ben ik er wel een beetje van geschrokken dat ik daardoor mijn verwachtingen een klein beetje heb bijgesteld. Dat gezegd hebbende, ik blijf erbij. Het concept van deze game is insane bruut. Als het zo is waar ik een beetje bang voor ben nu, dan is het aan Bungie om daar een hoop zooi bij te flikkeren. Maar desalniettemin, gewoon wat het is, man. Ik blijf erbij. Misschien stem ik nu een beetje naar. Dit zou makkelijk een gamechanger kunnen worden. Nee, dat blijft trouwens helemaal. Of ik blijf er zeker bij, alleen niet afgedempt. Dit gaat een gamechanger worden. Want zelfs als Destiny het niet gaat doen, dan gaat er een andere game bestaan die zegt van: hey, MMO-achtige shit en first-person shooter, dat kunnen wij beter. Of toffer. En het is een beetje hetzelfde als Guild Wars, is ook zeg maar niet wat World of Warcraft was. En was op alle fronten minder. Denk ik. Want als ik echt geen verstand heb, is het MMO's. Maar Guild Wars was natuurlijk niet zo groot als World of Warcraft. En ik vond Guild Wars heel tof. En World of Warcraft heel kut. Dus dat wil ook maar zeggen dat het niet per se een grotere uitgever hoeft te zijn. En een groter budget. En een grotere game. Want dat was Guild Wars allemaal niet. Alleen ik vond het wel tof hoe zij, zeg maar, het principe van World of Warcraft. Niet dat World of Warcraft nou de MMO uitgevonden heeft. Maar dat gewoon die gestroomlijnde shit. Dat vond ik dope. Dus wie weet gaan andere games opstaan als Destiny het niet doet. Maar voorlopig, tot ik zelf echt mijn uren erin gestopt heb. En erachter ben gekomen hoeveel content er in deze wereld zit. Want dat is het ding, weet je. Ik wil gewoon echt dat er meer dan 20 uur content in zit. Want anders is het wel echt een beetje jammer. Maar als ik daarachter kom dat dat erin zit. En vertel het me alsjeblieft als je het weet. Want zoals je hoort ben ik nog niet zo goed op de hoogte als dat ik had willen zijn. Dan gaat het zeker, denk ik. Blijf ik bij een gamechanger worden. En wat de vraag van RM News betreft, nee, ik ga niet het geloof in games verliezen als Destiny morgen nooit meer verkoopt. En nee, ik ga niet geloven in de genre verliezen, want ik geloof nog steeds in een verhalende first-person shooter binnen een MMO-kader. Dat is mooi gezegd. En omdat mooi gezegd is, sluit ik ook af met die woorden. Adieu, wil ik zeggen. Maar zoals altijd staat het pijltje weer niet op de stop-opnemen-knop. Ik kan dan knippen, zodat ik daar mooi eindigde. Maar het zou niet echt echt zijn. Dan is het een neppe vlog. En het is dit niet. Want dit is zijn 6. Bitch.